Het is duidelijk dat René van der Gijp echt voorgoed klaar is met tv-collega Matthijs van Nieuwkerk. De Vandaag een Sideshow is verbijsterd over de Volkskrant onthullingen over diens wangedrag bij De Wereld Draait Door. Ik ben echt enorm geschrokken, dat meen ik echt. Het is gewoon een totale randebiel, zegt hij in de Oranje Winter. René is keihard in zijn oordeel. Ach, het is een totale randebiel. Ik vind het eigenlijk Matthijs nog geen eens kwalijk te nemen, weet je wel. Die is gek. Collega Wilfred Gené, oh, dan is het oké? René, nee, maar die is niet goed, maar ik vind het meer mensen uit zijn omgeving, eus bij wijze van spreken, en zo'n gozer van de NPO en ook zo'n vrouwtje, Dielke Winia. Die vind ik het meer aan te rekenen dan Matthijs. Matthijs is te ver gegaan, vindt René. Ik ben gewoon, zo zit ik in elkaar, tegen mensen vernederen. Daar ben ik zo op tegen en mensen die dat doen. Dat vind ik het ergste wat er is, dat meen ik uit de grond van mijn hart. En dan hoor ik hier dingen roepen als, ja, maar Kees Jansma was vroeger ook zo. Dan is dat ook een gek. Hij vervolgt, en als Jack van Gelder vroeger ook zo was, dan is het ook een gek, ik heb het zitten lezen en dacht echt, dat is gewoon iemand met een verstandelijke beperking. Ja, een patiënt. Wilfred, dat kun je hem niet aanrekenen dat hij zich zo gedraagt? Je maakt hem nu ontoerekeningsvatbaar op dit moment. Matthijs heeft volgens René dringend hulp nodig. Mensen vernederen vind ik ziek. Ik vind het ziekelijk. Dan ben je een patiënt. Dan is het in je jeugd misgegaan, echt. Hij is een patiënt, hij is een narcist, hij is alles. Het is een gek. Het is wel een man die heel erg in zichzelf is gaan geloven. Een Jezuscomplex had hij. René zou direct ingrijpen als hij dit soort gedrag zou waarnemen. Als jij tegen iemand zegt hier, nu zeg je tegen mij sorry meneer Derksen en op je knieën, dan tik ik jou op je rug en zeg, Johan, luister, het is lelijk mis met jou. Ga terug naar Grollo en denk er 3 maanden over na. Johan Derksen vergooien lijkt Matthijs gedrag. René zijn mening respecteer ik zeer, maar hij zegt ook terecht dat hij uit de voetballerij komt. René heeft nooit in de maatschappij onder een baas gewerkt en is ook nooit in de maatschappij een baas geweest, maar als je een toko leidt, dan kom je wel eens in de omstandigheid dat je iemand tot de orde moet roepen. Hij vervolgt, dat hoort dan niet zoals Matthijs dat doet, want dat is doorgeslagen en dat kan niet, dat ben ik met je eens, maar er vallen wel eens woorden. Zo ben ik opgevoed bij de kranten waar ik gewerkt heb en zo was je zelf als baas ook. Er vielen wel eens harde woorden. Thank you.
Thank you.